Goedenavond allemaal. Welkom op de rollout van onze Fastrada racewagen. Ik ben Bram Bonte, teamcaptain van dit jaar. Dit is het derde jaar dat wij met KDG meedoen aan de Formule Student. Ik ga het woord overlaten aan Luc Segers. Goedenavond, mijn naam is Luc Segers. Ik ben het opleidingshoofd van de bacheloropleiding Autotechnologie. Tijdens open deurdagen en infomomenten voelen we ons verplicht om geïnteresseerde studenten te waarschuwen. We moeten ze waarschuwen dat we hier binnen KDG werken en experimenteren met nieuwe onderwijsvormen, zoals bijvoorbeeld projectwerking. Door in te spelen op de passies van onze studenten kunnen we een onderwijs aanbieden dat verder gaat dan dat we tot nu toe gewend zijn. Ze ontwikkelen tegelijkertijd kennis, vaardigheden, ze leren werken in een team, zoals Bram zojuist zei, ze leren hun rol binnen het team kennen, kwaliteiten en zwaktes komen tot uiting. En last but not least wens ik de studenten heel veel succes toe tijdens de komende evenementen. Pech gehad met de batterij, altijd platte batterij als we proberen starten. Maar voor de rest, zonder al te veel problemen, toch een keer terug kunnen doen door het straat. Dus ik ben tevreden. Een van de bedoelingen, het grote doel eigenlijk van de race. Er zijn drie races, er zijn meerdere races over heel de wereld eigenlijk. En dit jaar was het de bedoeling dat we naar Silverstone, dat is in Engeland, een race meedoen. Een race in Tsjechië en een race in Italië. Silverstone is de eerste race, dat is altijd de spannendste, omdat daar ook de eerste keer de technische keuring, scrut engineering noemen ze dat. Dus dan wordt een auto echt tot de laatste vijs nagekeken, is alles volgens de regels, is alles volgens veiligheid. En als je daardoor bent, moet je pas de race meedoen. Want de race is eigenlijk meer een design race dan alleen gewoon een snelheidsrace, one-to-one racen. De bedoeling is ook dat ze eigenlijk een businessplan schrijven rond een auto. Ze moeten 10.000 stuks kunnen bouwen voor een prijs van 20.000 euro, dat weet ik niet juist, ik denk zoiets. En dan moeten ze dat dus voor een jury gaan verdedigen. Elk onderdeel wordt technisch bekeken, wordt qua productie bekeken. Heel de auto wordt in een voorstelling eigenlijk door technische jury onder de loep genomen. Meestal zijn dat zelfs mensen van de Formule 1 die echt wel hoogstaande producten afleveren. Dan worden eigenlijk alle punten van de verschillende juryen, beoordelingen, worden eigenlijk samengeteld en dan krijg je eigenlijk overal klassificatie.